Een hele goedemorgen allemaal en welkom bij deze webinar iLearn en Bookwidgets. Super fijn dat jullie er vandaag bij zijn. En zoals de titel eigenlijk al een beetje verraadt van de webinar, gaan we het vandaag dus hebben over een heel interessant en fijn huwelijk, hè, tussen iLearn en Bookwidgets. We hebben maar een uurtje de tijd, dus dat betekent, jullie weten als jullie Bookwidgets kennen of als jullie iLearn al misschien een beetje kennen, dat daar heel veel over te vertellen valt. Een uurtje, ja, dat dekt niet alles wat ik kan en zou moeten vertellen. Dus dat betekent dat vandaag dat het geen interactieve sessie is. Dus ik zal voornamelijk aan het woord zijn. En ik zal je ook een stukje samen met jullie dan die deep dive nemen binnen iLearn aan de hand van Bookwidgets. Hier zien jullie het menu van vandaag. Dus een hele korte algemene introductie over het iLearn-project als een onderzoeksproject. En daarna gaan we eigenlijk het portaal gaan induiken, gaan we kijken wat dat de mogelijkheden zijn, welke tools dat er zijn, hoe dat de bibliotheek werkt, hoe dat je een leerspoor kan maken. En daarna gaan we ook de overstap maken naar Bookwidgets en gaan we eigenlijk leren hoe dat je een typische Bookwidgets loop, heet ik dat dan, kan maken, maar dan binnen iLearn. Dus dat betekent, hoe kan je een oefening gaan creëren, hoe kan je een oefening gaan klaarzetten in iLearn, hoe kan je er dan voor zorgen dat die oefening, dat die dan effectief ook de leerling bereikt? Hoe kan je dat dan gaan opvolgen? De live widgets, maar ook het dashboard en ook de gepersonaliseerde feedback. Wat zijn daar de mogelijkheden en waar vind je dat dan binnen iLearn? Ik zal starten met de eerste algemene introductie, dus de introductie van iLearn als een onderzoeksproject. Dus de eerste vraag die natuurlijk rijst, dat is eigenlijk de vraag he, van waar komt dat dan iLearn? Van waaruit is dat gestart? Wat is de origine? En daar zijn eigenlijk meerdere antwoorden. Langs de ene kant is er natuurlijk die toekomst die digitaal is. Dat was al voor corona zo. Tijdens corona is dat alleen maar omhoog gegaan en ook na corona is het een stukje gebleven. Waarbij dat natuurlijk die uitbouw van die ICT-visie, professionalisering en ook zeker die zoektocht naar kwalitatieve educatieve tools zeer zeker aan de orde is. Langs de andere kant merken we ook, elke leerling is uiteraard uniek. En we merken ook dat daar binnen de scholen, dat daar ook heel veel vraag naar is van oké, hoe kunnen we dan aan die, het feit dat iedereen uniek is, aan die diversiteit binnen een school, maar ook zeker binnen een klas, binnen een groep, hoe kun je daar dan eigenlijk als leerkracht een stukje aan tegemoetkomen aan de hand van technologie bijvoorbeeld? Hoe kan je dan gaan differentiëren en ook een stukje methode overstijgen? Dus iLearn is inderdaad, we hangen niet vast aan een methode, we hangen ook niet vast aan een koepel, we staan daar eigenlijk een stukje boven. Laat mij beginnen met iLearn als onderzoeksproject heel kort voor te stellen. Dus we zijn gestart in 2019, het project loopt ook tot 2023. In 2023 gaan wij ook het project terug overdragen aan de Vlaamse overheid, die eigenlijk het volledige project ook gefinancierd heeft. En zij gaan dan eigenlijk ook gaan beslissen over de definitieve vorm van iLearn. Het grote doel van iLearn is gedifferentieerd of gepersonaliseerd online leren, dus leren op maat gaan faciliteren. In de brede zin van het woord, dus zowel in de Vlaamse lagere als de secundaire scholen, zowel in het gewoon onderwijs, maar ook zeker in het buitengewoon onderwijs. We werken daarmee samen met een aantal partners die jullie ook onderaan kunnen vinden. Goed, als we dan even naar de tijdlijn van iLearn gaan kijken. Dus iLearn is gestart in 2019. Dat is eigenlijk vooral de periode waarin een noodbepaling werd gedaan, de marktverkenning werd gedaan. Wat betekent dat dan digitaal leren? Wat is gepersonaliseerd leren? Een stukje onderzoek werd eraan gekoppeld. En ook de verschillende stakeholders die eigenlijk in dit verhaal ook wel iets te zeggen zouden hebben, die werden eigenlijk een stukje bekeken. 2020-2021 is de periode waarbij dat we eigenlijk een eerste prototype gelanceerd hebben. Dat was een heel kleinschalig project, dus een basisversie van iLearn zoals het nu bestaat. In samenwerking met 12 pilootscholen. En Bookwidgets, die was inderdaad ook een van de eerste tools die ook zelfs al in het prototype eigenlijk aan boord was van iLearn. Vanaf 2021, dus september 2021, zijn we dan eigenlijk aan de grote lancering begonnen van iLearn. En daar hebben we eigenlijk het onderscheid tussen MyWay en de Academy. Ik kom daar ook straks op terug. En eigenlijk is dat gebeurd op basis van alle feedback die we van de verschillende stakeholders, dus scholen, directie, leerkrachten, leerlingen, enzovoort. Alle feedback dat we eigenlijk op het prototype hebben gekregen, hebben we dan eigenlijk verwerkt. In het portaal zoals het dan vandaag bestaat.
En dat is dan gelanceerd in 2021. En sinds 2021 zijn we eigenlijk bezig naar die uitrol naar scholen. Hè. En ook dit academiejaar gaan we daar dus mee verder. Wie is de doelgroep van iLearn? Ik heb het daar straks stiekem al een heel klein beetje gezegd natuurlijk. Ja, we mikken op een zeer brede doelgroep. Dus zowel secundair, lager als secundair onderwijs. Zowel gewoon als buitengewoon onderwijs. Maar ook daar is er heel veel variatie en kan eigenlijk iedereen terecht bij iLearn. De scholen die al heel veel ICT-infrastructuur hebben. Scholen die eigenlijk al een heel uitgebreid ICT-beleid hebben. Er zijn scholen die zeggen van kijk, we gaan heel kleinschalig starten. Nee, gewoon een kleine vakgroep, bijvoorbeeld de vakgroep Frans. En dan gaan we dat gaan uitbreiden naar andere vakgroepen. Er zijn andere scholen die zeggen oké, we zijn overtuigd en wij gaan all the way. De volledige school gaat direct mee met iLearn. Er zijn ook scholen die kiezen om te starten met een graad en van daaruit dan de uitrol te gaan doen. iLearn kan ingezet worden in de klas, maar eigenlijk ook in groepen. Hè? Dus dat betekent dat we ook vakoverschrijdend kunnen gaan werken, dat je ook kan gaan denken aan specifieke groepswerken, specifieke projectwerken, enzovoort, enzovoort. Dus opnieuw voor elk wat wil. Goed, ik had daar straks al heel kort gezegd, hè. We hebben iLearn My Way, daarnaast hebben we ook iLearn The Academy. Wat is nu het verschil tussen de twee en hoe zorgt iLearn dan in feite voor dat leren, dat gepersonaliseerd leren? Langs de ene kant hebben we iLearn My Way en dat is echt het portaal voor online leren op maat. Dus dat is de plaats waar dat leerlingen eigenlijk een portaal binnenkomen en eigenlijk zelfstandig en op maat digitaal kunnen leren. En waar dat de leerkracht eigenlijk van alles kan gaan doen om dat leren, dat gedifferentieerd leren, om dat eigenlijk te gaan klaarzetten. Eén iets dat we heel vaak meekregen, helemaal, herinner u in 2019 bij de start van ons portaal, ja, dat was is heel interessant natuurlijk als leerkracht dat je met verschillende tools kan gaan werken. Maar natuurlijk, ja, als elke tool een eigen login heeft, dan wordt dat wel complex. Niet alleen voor de leerling, voor de leerkracht, maar zeker ook voor de leerlingen. En de user experience is dat toch niet zo interessant. Vandaar dat we ook voor, bij iLearn hebben gekozen om voor een single sign-on te gaan. Dus dat is eigenlijk een heel moeilijk woord om te zeggen. Eén portaal, één login en daardoor ook toegang tot een veelvoud aan tools. Heel concreet vertaald betekent dat het op het moment dat je in iLearn zit, dat je eigenlijk toegang hebt zonder een extra login tot al die andere tools. Langs de andere kant, dus naast het portaal waar gedifferentieerd leren gebeurt, hebben we ook onze iLearn Academy. Herinner je daar straks? Hey, die professionalisering is belangrijk, het ICT-beleid en dergelijke is belangrijk. En dat wordt eigenlijk een stukje opgenomen in onze iLearn Academy. De iLearn Academy, daar vind je online vormingen, ondersteuningen. Er is ook coaching op maat en dergelijke mogelijk. Er kan ook een coach naar de school komen. Er zijn teacher design teams, er zijn online modules enzovoort. Dus opnieuw een stukje voor elk wat wil en wat jouw school nodig heeft, dat proberen wij dan op die manier qua professionalisering via onze Academy aan jullie aan te bieden. Een heel belangrijke, dat is de gele knop onderaan. Deelnemen aan het project is gratis. Dus als je op dit moment interesse hebt om deel te nemen aan iLearn, weet dan dat het gratis is. Het is een onderzoeksproject. Wat verwachten wij daarvan terug? Want opnieuw, het is een onderzoeksproject. Het kan zijn dat wij jullie tussendoor contacteren met de vraag om eens een enquête in te vullen, met de vraag om eens jullie bevindingen te geven. We halen ook data uit het portaal en dergelijke, dus ons onderzoek loopt door. En als je graag deelneemt aan het project, dan vragen we natuurlijk ook een kleine bijdrage aan dat onderzoek. Goed, we gaan eens gaan kijken naar de tools die in iLearn zitten, want op het einde van de rit draait het daar natuurlijk om. Dus opnieuw, we werken met een single sign-on, dus dat betekent dat er één login is voor het portaal op iLearn en dan kan je eigenlijk automatisch zonder een bijkomende login of een code en dergelijke binnen in alle andere tools. We hebben gekozen om, we hebben tools geselecteerd op iLearn die eigenlijk breed inzetbaar zijn en die eigenlijk ook gecheckt zijn op een aantal didactische en technische vereisten. Opnieuw, de doelgroep is zowel lager als secundair onderwijs in de brede zin van het woord en ook de tools die zijn uitgekozen, die beantwoorden uiteraard aan dat profiel.
Tijdens het prototype kregen we heel wat feedback omtrent bepaalde doelgroepen. En dat betekent dat wij ook van daaruit een aantal keuzes hebben gemaakt om bepaalde focussen te gaan leggen. Je kan ze daar ook zien, dus de focussen zijn in T2, dus Nederlands tweede taal, begrijpend lezen, hoogbegaafdheid en computationeel denken. Dus we hebben ook bij de selectie van de tools rekening gehouden met deze specifieke doelgroepen of deze specifieke focussen. En je zal dat straks ook in het portaal terugzien. Op de afbeelding onderaan zien jullie trouwens ook al een kleine sneak peek van ons portaal, waarbij dat jullie hier eigenlijk in het roze een aantal kaartjes zien, waar dat dan ook al een aantal tools op staan die in iLearn zitten. Ik ga misschien even naar onze website gaan en dan kan ik jullie ook even tonen waar jullie eigenlijk op dit moment al kunnen zien welke tools dat op dit moment in iLearn zitten. En als we praten over de tools, dan maken we eigenlijk het onderscheid tussen twee verschillende types. Langs de ene kant hebben we types, de inhoudelijke types, dus de content tools, waarbij dat je eigenlijk werkt met tools waar dat er eigenlijk al een bepaalde inhoud in zit. Hè. Denk aan Wizoos bijvoorbeeld, ik snap dat voor lager onderwijs, digitale methode, digitaal werkboek enzovoort. Dit zijn tools waar dat de inhoud er eigenlijk al in zit. Dus er zitten oefeningen in, theorie, filmpjes enzovoort. Aan de andere kant werken we ook met authoring tools. Dat zijn tools waar eigenlijk niks in zit aan zich. En waarbij dat je eigenlijk als leerkracht zelf bepaalde zaken kan gaan insteken. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan bookwidgets, hè, waar dat je eigenlijk zelf als leerkracht bepaalde zaken kan gaan creëren. En dan eigenlijk op die manier digitaal kan doorsturen naar je leerkracht. Met dit in het achterhoofd vinden jullie hier op deze website vinden jullie eigenlijk een overzicht, alfabetisch is dat, van alle tools die op dit moment op iLearn staan. En je ziet eigenlijk op het moment dat er staat beschikbaar, dan betekent dat dat het nu op dit moment gekoppeld is, zoals zij dat intern noemen. En dat jullie daar eigenlijk nu al mee aan de slag kunnen gaan. Er staan ook nog een aantal tools, en dat is bijvoorbeeld hier bovenaan, die in opbouw zijn. Dus dat betekent dat die koppeling van die tools op dit moment gebouwd wordt en dat die dus heel binnenkort te bekijken of te gebruiken is via ons iLearn portaal. En ik ga er misschien gewoon heel snel eens doorscrollen. Jullie kunnen dat zien. Het zijn er heel veel. Ik denk dat we nu rond de 50, 60 tools zitten. Dus opnieuw, er is voor elk wat wils. Voilà. Ik ga even terug naar mijn presentatie. En dan gaan we naar de volgende slide. Ik ga heel kort ook nog wat informatie geven, uiteraard over het portaal zelf, iLearn. Wat is dat dan, dat portaal? Wat kan je daar doen? Wat kan je daar vinden? Wat kan je daarvan verwachten? Dus iLearn My Way, ons portaal, bestaat uit twee grote delen. Langs de ene kant heb je ons leerlab. In het leerlab, dat is eigenlijk een stukje waar de leerkracht een stukje aan het roer zit. Want wat betekent dat? In het leerlab gaan we leersporen maken. Je ziet er al een voorbeeld. Ik kom er straks ook nog op terug. We gaan er iets dieper op induiken. Maar de leerkracht kan daar eigenlijk bepaalde leersporen gaan klaarmaken die opgebouwd zijn uit verschillende leeractiviteiten en waar dus eigenlijk een stukje personalisatie in zit. Aan de andere kant, dat is ook een hele interessante, hebben we het vrij leren. Bij het vrij leren zit de leerling eigenlijk volledig aan het stuur. En dit deel van het portaal doet ook effectief wat de naam doet uitschijnen. Hè. Dus de leerling kan er eigenlijk zelf gaan kijken. Zelf op zoek gaan bijvoorbeeld naar een specifieke tool, naar een specifieke oefening. Bijvoorbeeld, ik heb een oefening gemaakt, ik heb het niet goed begrepen, ik ga eens kijken of ik snap dat, of ik daar nog een filmpje over vind met iets meer informatie. Of, ik heb morgen een toets over de passé composé, ik heb het leerspoor gemaakt rond de passé composé, ik heb eigenlijk toch nog nood of zin in een extra oefening. Dus ik ga eens gaan kijken in de tools wat daar zit van passé composé. Ik kom daar ook straks op terug, want ik ga dat straks ook uiteraard even tonen in ons portaal. We gaan even inzoomen nu op het leerlab. En wat is een leerlab? Ik heb het daar straks eigenlijk al een stukje gezegd. Hè. Het leerlab en dus eigenlijk de leersporen die daarin zitten, zijn eigenlijk een aaneenschakeling van verschillende leeractiviteiten. Leeractiviteit, dat mag je eigenlijk zien in de brede zin van het woord. Ja, dat is een activiteit om te leren. Denk daarbij aan een instructiefilmpje, een oefenreeks, een quiz.
misschien een blaadje theorie of een pagina theorie. En we zitten natuurlijk digitaal. En dat kan ook afgewisseld worden door sleutelmomenten. Een sleutelmoment is eigenlijk een moment in je leerspoor dat je als leerkracht zal zeggen van kijk, hier ga ik nu een klein stukje, ja, die personalisatie waar iLearn uiteraard voor staat, we gaan dat hier nu een stukje gaan inbouwen. En dat kan een moment zijn waarop dat er gebeld wordt naar kennis, naar motivatie of naar metacognitie. En waarbij dat de leerling zelf de keuze maakt van oké, ik ga bij wijze van spreken naar links of naar rechts. Hè. Je krijgt een aantal opties en die leerling kan daar een keuze maken en wordt dan eigenlijk in een eigen versie of een eigen deeltje van het leerspoor geduwd. We kunnen het ook lezen, dus het aantal leersporen is eigenlijk sleutelmomenten sorry, in een leerspoor zijn vrij te kiezen. En er zijn ook tot 8 vertakkingen mogelijk aan. Dus waar je hier er bijvoorbeeld 2 ziet, ja, dat kan tot 8 gaan. Dus dat betekent opnieuw dat er heel veel vrijheid is voor creativiteit en ook heel veel vrijheid om daar eigenlijk ja, echt op maat van je leerlingen iets te gaan maken. Als we iets meer gaan inzoomen dan op zo'n sleutelmoment. Ik heb het daar straks ook al een beetje gezegd. Er zijn eigenlijk 3 soorten personalisaties die we gaan inputten in iLearn. Langs de ene kant heb je cognitieve personalisatie. Dus dat betekent dat we puur op kennis gaan kijken. En dat kan bijvoorbeeld op basis van een kennistest of een quiz. Een tweede mogelijkheid om te gaan personaliseren, dat is motivationeel. Dus we gaan hier eigenlijk echt gaan focussen op de interesse van de leerling. En dan denk ik bijvoorbeeld aan, je wilt dat je leerlingen in de Franse les een leesoefening doen. Eigenlijk maakt het daar niet uit of het gaat over iets van de voetbal bijvoorbeeld, of iets over mode. De inhoud is niet super belangrijk. Wat is wel belangrijk natuurlijk? Dat ze bezig zijn met de tekst, dat ze de tekst lezen, dat ze nadenken over de woorden, dat ze nadenken over de vragen, nadenken over het antwoord in de vreemde taal. Maar op zich maakt de inhoud niet zoveel uit. Dus dit is een heel duidelijk voorbeeld van een motivationeel sleutelmoment. Dus hier zou je in iLearn kunnen zeggen, ik maak het verschil tussen, ik wil een tekst over voetbal of ik wil een tekst over bijvoorbeeld mode. Een laatste manier om te gaan personaliseren in iLearn, dat is metacognitief. Ja, metacognitief, ja, bij gepersonaliseerd leren. Ja, de leerling zit ook een stukje aan het stuur van zijn eigen leerverhaal. Ja, dus die zelfregulerende vaardigheden zijn superbelangrijk. En dat metacognitieve, dat gaat eigenlijk een stukje daarop gaan inspelen. Dus dan kan je bijvoorbeeld gaan vragen aan een leerling, wil je graag de theorie, wil je die graag in een filmpje, een kort filmpje, of wil je die graag in een tekst? Of misschien wil je die graag wel in een filmpje, maar daarna ook even in een tekst. Of bijvoorbeeld, kijk, je hebt nu de theorie gekregen, je hebt ook al een oefening gemaakt, ben je klaar voor een moeilijkere oefening? Of maak je graag eerst nog even een makkelijkere oefening om dan toch naar een moeilijkere oefening te gaan. Dus ook dat zijn heel duidelijke voorbeelden van metacognitieve personalisatie. En dat is dus ook haalbaar mogelijk om dat te gaan maken in iLearn. Dit hier zijn een heel aantal voorbeelden van leersporen die er op dit moment in zitten in iLearn. Want we hebben ervoor gekozen, een leerkracht kan helemaal from scratch, dus helemaal van nul, een leerspoor gaan opbouwen. Ter inspiratie zijn er door iLearn ook heel veel leersporen voor verschillende vakken, zowel secundair, maar ook lager onderwijs, werden eigenlijk op dit moment ook al in het portaal gestoken. Er worden ook maandelijks nieuwe leersporen in het portaal gestoken. Die zijn ter inspiratie. Als leerkracht kan je ook gaan zeggen, oké, ik vind dit een interessante. Bijvoorbeeld hier is een leerspoortje over feit en mening. Stel dat je zegt, ik vind deze leuk, ik vind deze interessant. Ja, super, dan kan je eigenlijk ook gewoon dat leerspoor volledig gaan copy-pasten naar jouw eigen bibliotheek en dus eigenlijk gaan doorsturen naar je eigen leerlingen. Wat je ook kan doen, en dat is een derde mogelijkheid in iLearn, dat is gaan zeggen van kijk, ik heb hier een leerspoor, een inspiratieleerspoor dat ik interessant vind, maar ik wil een aantal zaken aanpassen. Misschien de introductie, misschien de leerdoelen, misschien heb jij zelf nog ergens een oefening die je er graag wil insteken, dus ook dat is zeker mogelijk. Dus je kan volledig zelf gaan starten, je kan een gemaakt leerspoor gaan gebruiken of je kan aanpassingen gaan doen aan een bestaand leerspoor. Dus opnieuw een stukje gepersonaliseerd in de brede zin van het woord voor ieder wat wilt. Ik heb al heel veel informatie gegeven nu over iLearn en ik denk dat het tijd is om even van het abstracte naar het concrete te duiken. En ik denk dat ik jullie eens ga meenemen in een deep dive in ons portaal.
Ik ga even hier, voilà. En dan zie je eigenlijk, dit is de versie zoals dat je het ziet als leerkracht. Ja, dus een leerling, ga ik ook straks tonen, een leerling ziet het op een andere manier. Wat zien jullie hier dus langs de zijkant? Een heel aantal korte, ja, praktische balkjes. Belangrijkste hier is natuurlijk de bibliotheek, waar alle leersporen, tools, leeractiviteiten en dergelijke in zitten. Je kan ook van hier naar onze Academy. Stel dat je zegt, ik heb een vraag of ik wil meer leren over, ik zeg maar eens, digitale didactiek of het blended leren verhaal, dan kan je dat eigenlijk ook gaan doen. Er is ook een hulpknop. Iets anders dat heel interessant is hier aan ons portaal, is natuurlijk hier onze zoekbalk. Ik ga even alles wissen, want jullie zagen al direct heel wat zaken, heel wat kaartjes. Er zitten drie zaken in en dat kan je hier ook aan die kaartjes zien. Dus langs de ene kant heb je de donkerblauwe, dat zijn de trappen van vergelijking. Er zitten ook roze kaartjes in. Die roze kaartjes, dat zijn onze toolfiches, de tools die erin zitten. En dan hebben we ook nog de lichtblauwe. En de lichtblauwe kaartjes, dat zijn eigenlijk de kaartjes met de leeractiviteiten. Herinner u daar straks, een leerspoor is opgebouwd als een aaneenschakeling van verschillende leeractiviteiten. Eens dat jij je leerspoor in de bibliotheek duwt, dan zullen ook die leeractiviteiten los op iLearn zitten. Dus dat betekent, en we gaan eens zoeken, ik zei daar straks passé composé, we gaan eens gaan zoeken op de passé composé. En normaal, voilà, daar komen nu twee leersporen uit over de passé composé. Maar als ik hier, en ik ga deze eens uiten, dus kan je gewoon via de zoekbalk gaan zoeken, een leeractiviteit gaan zoeken op de passé composé, dan zie ik dat hier al een filmpje in zit, met widgets bijvoorbeeld. Ah, hier zit een oefening op de passé composé met een boekwidget. En op die manier kan je eigenlijk heel snel gaan kijken, wat zit hier al allemaal in de bibliotheek? En wat is eventueel interessant of gemakkelijk voor mij om dan te gaan gebruiken? Dus deze type materiaal heb ik al een stukje getoond. Je kan hier ook gaan selecteren op bibliotheek. Je hebt een eigen bibliotheek, een persoonlijke bibliotheek. Je hebt ook een bibliotheek van de school, dus over de leerkrachten heen. En dan heb je ook de openbare bibliotheek. En het is ook in die openbare bibliotheek dat jullie eigenlijk de leersporen die ter inspiratie door iLearn zijn gemaakt, zal gaan terugvinden. Daarnaast kan je ook, stel je zegt ik ben op zoek naar heel concreet iets, bijvoorbeeld rond boekwidgets, dan kan je ook gewoon op boekwidgets klikken en dan zal eigenlijk alles naar boven komen waar iets van boekwidgets in zit. Dus dat kan een leerspoor zijn, kan ook een leeractiviteit zijn. Dus ook dat is heel gemakkelijk. We gaan even verder. Onderwijsniveau, stel je zegt ik ben een leerkracht lager onderwijs, dan kan je ook gewoon gaan selecteren op lager onderwijs. Dan kan je op jaar graad gaan selecteren, je kan op leergebied gaan selecteren, je kan op een subdomein, op een onderwijsdoel gaan selecteren. Dus ook daar kan je eigenlijk heel hard gaan spelen en kan je heel hard gaan verfijnen waar jij dan heel concreet naar op zoek bent. Gelijkaardig voor het secundair onderwijs, hè. Dus ook daar zijn heel wat mogelijkheden. Ik heb hier al een stukje de zoekbalk getoond. Dus de zoekbalk is altijd gemakkelijk te gebruiken. En ook hier langs de zijkant kan je gaan zeggen, ik wil eerder op naam gaan zoeken. Ik wil meer op recent of niet recent gaan zoeken. Dus ook hier kan je een klein beetje gaan ingeven hoe jij wil dat jouw filtering eruit ziet. Ik ga even voor de zekerheid al mijn filters wissen. En dan gaan we eens een diepduif nemen in leerspoor. Ik ga jullie even meenemen in het leerspoor rond de leen- en de bastaardwoorden. Hier op het toolkaartje zie je dus al, het duurt één lesuur. Het is gemaakt in augustus, dus het is een redelijk recente. Je ziet hier al een aantal tools, maar ik ga gewoon even klikken op open, want ik wil meer informatie. Ik wil zien hoe dat leerspoor eruit ziet. Ik wil weten welke leeractiviteiten dat daarin zitten. En dat kan dus door gewoon op te klikken. Oké, we zitten hier bij de algemene informatie die hoort heel specifiek bij dit leerspoor. Dus langs de ene kant hier hebben we de inhoud. Dit is een beschrijving voor de leerkracht, gewoon om kort even duidelijk te maken waarover het leerspoor gaat, wat de leerkracht en dus ook de leerling dan kan gaan verwachten. Hier zie je ook de tools, dus het is een leerspoor gemaakt uit vier verschillende tools. Dus we hebben een digitaal werkboek, we hebben ook Wizoos, we hebben een boekwidget. En we hebben Taalhelden, dat is een tool dat eigenlijk, de naam zegt het zelf, hè. Dat is een website die heel veel informatie, heel veel leuke weetjes en informatie geeft over taal. Het is voor secundair onderwijs, het is voor de eerste graad, in de brede zin van het woord. En ook de eindtermen werden op basis van het thema hieraan gekoppeld. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Het is gewoon hele algemene informatie. Op basis hiervan gaan we niet gaan bepalen, ik ga hier iets mee doen of ik ga hier niets mee doen.
Daarvoor kan je wel naar schema gaan. Als we klikken op schema, dan ga je eigenlijk zien op welke manier dat het leerspoor is opgebouwd. Dus je ziet, het is een klein leerspoor. Het is een leerspoor van 1 uur. Dus het is ook een redelijk eenvoudig leerspoor met, en dat kan je hier zien, 1 sleutelmoment. En dat is een metacognitief sleutelmoment. Waarbij eigenlijk de vraag wordt gesteld van, kijk, je hebt hier aan de hand van een filmpje, heb je de uitleg gekregen over de leen- en de bastaardwoorden. Na het bekijken van het filmpje, ben je klaar voor de oefening of niet? Wil je nog wat extra informatie? Hier, als de leerling langs deze kant kiest, dan zal hij extra informatie kiezen. Klikt de leerling langs deze kant, en ik zal het straks ook zeker tonen vanuit het leerlingenperspectief, dan krijgt de leerling, of dan kiest de leerling ervoor om geen extra informatie te krijgen en dus eigenlijk direct aan de oefeningen te starten. Dus jullie kunnen het zien. Hier staat van alles in. Ik ga gewoon eens, want opnieuw, ja, dit is niet echt veelzeggend, behalve dat je ziet van, oké, er zitten een aantal oefeningen in, er zit ook een uitleg in en dergelijke, maar wat dan nog meer? Dus dan ga je eigenlijk gewoon hier gaan klikken en dan kan je ook gaan kijken wat daarin zit. Dus dit is het startscherm, een beetje de teaser, de trigger om eigenlijk de leerlingen een stukje in ons leerspoor te krijgen, met hier dan een aantal leerdoelen. Die leerdoelen zijn heel belangrijk. Waarom? Omdat op het einde van een leerspoor de leerling ook deze leerdoelen opnieuw zal krijgen en zichzelf ook een stukje zal moeten gaan inschalen. Ja, dat is een stukje voor ons onderzoek ook, hè. Dus we hebben die verschillende soorten personalisatie. En het is ook interessant om te kijken, oké, op basis van keuzes dat de leerling maakt bij de sleutelmomenten, welke invloed heeft dat dan, of welk effect heeft dat dan eigenlijk op die zelfinschatting op het einde. Ik ga dat straks ook proberen te tonen vanuit het leerlingperspectief. En dan kan je eigenlijk gewoon alles gaan bekijken, hè. Je kan hier gaan kijken, oké, de inhoud, dit is heel kort, hè. Wat zit daar dan in? Informatie voor de leerkracht, niet voor de leerling. Dit is een instructie, klik onderaan om hier te weten te komen. En dan kan je hier ook, als je zegt van ik wil heel snel eens gaan kijken, kan je hier klikken op bekijken. En dan gaat normaal gezien de leeractiviteit, voilà, starten, klik en dan ben je eigenlijk vertrokken. Ook een heel mooi voorbeeld van onze single sign-on natuurlijk. Hè, want we gaan hier eigenlijk gewoon rechtstreeks vanuit iLearn naar Wizzes, zoals het. Zonder dat we daar een extra code of een extra inlog, een extra scherm, administratief scherm bedoel ik dan, moeten gaan doornemen. En zo kan je eigenlijk alles gaan doornemen. Dus hier, ik ga eens bijvoorbeeld hier oefening nummer 1. Dit is een oefening op de boekwidgets. Ik ga eens gewoon klikken op bekijken. En dan zien jullie inderdaad, daar komt een boekwidget uit. Heeft even tijd nodig. Het is een boekwidget die ik eigenlijk al een aantal keer heb ingevuld. Dus vandaar dat jullie hier ook al een ingevulde versie zien. Maar hier kan je als leerkracht perfect gaan kijken van oké, inhoudelijk, is het iets dat ik interessant vind? Is dat iets dat interessant is voor mijn doelgroep? Kan ik daar iets mee doen voor mijn doelgroep? Enzovoort. Stel dat je zegt, oké, dit is een leerspoor dat ik leuk vind. Dan kan je dus inderdaad gewoon gaan zeggen, ik neem het mee. Ik ga het in mijn eigen bibliotheek gaan kopiëren. En ik ga dat ook gaan toewijzen aan mijn leerlingen. Ik ga dat nu niet doen met dit leerspoor. Maar ik ga het straks wel tonen in een nieuw leerspoor dat we heel snel gaan maken. Maar ik ga wel eens tonen hoe dat er dan uitziet. Dus dan kan je eigenlijk hier gaan klikken op toewijzingen. Dus wat gebeurt er? Wat zie je eens je dus een toewijzing hebt gedaan aan een klasgroep? Dan wordt er hier een code gegenereerd. Ga ik ook straks tonen hoe dat werkt. En dan kan je gaan doorklikken om te zien van welke leerling heeft nu eigenlijk wat al gedaan. Nu, ik ben niet verbonden aan een school. Dus ik werk eigenlijk met dummy-accounts, dummy-namen ook. Dus waar jullie hier de cijfertjes zien, daar komt bij jullie de voornaam. Waar jullie hier leerling zien, daar komt de achternaam. Waar jullie hier dit zien, dat wordt uiteraard de klas waaraan ze gekoppeld zijn. En hier kan je wel zien, oké, er staat een groene bol met een vinkje door. Dus dat betekent eigenlijk dat dit de leerlingen zijn die ondertussen mijn leerspoor hebben afgewerkt. Stel dat je, want dit was nu een leerspoor met een metacognitief sleutelmoment. Stel dat je een cognitief sleutelmoment had, dan ga je hier ook als leerkracht de score zien, cognitief sleutelmoment betekent een kennistest, dus een aantal vragen. Dan ga je hier ook de score zien van die vragen. En dit is de zelfinschatting van de leerlingen op het einde van het leerspoor. Herinner je, leerdoelen die je als leerkracht erin steekt. Op het einde van de rit, op het einde van je leerspoor, zal de leerling zichzelf moeten inschatten.
En dit is hier eigenlijk de score. Dus opnieuw, heel interessant. En ik doe dat straks ook even vanuit dan het andere perspectief. Ik kan hier ook eens gaan doorklikken. Bijvoorbeeld, ik ga hier eens kijken naar leerling 6. Dan kan je gaan doorklikken. En dan kan je hier ook heel duidelijk gaan zien welke weg de leerling heeft afgelegd. Op dit moment opnieuw, het is een heel kort leerspoor. Dus dat betekent dat er eigenlijk maar één sleutelmoment is. Het donkerblauw is de weg die de leerling heeft afgelegd. Dus je kan hier zien dat de leerling, mijn excuses, hier effectief heeft gekozen om de extra informatie te krijgen. Het grijze is de weg dat de leerling niet heeft afgelegd. Hou dat in het achterhoofd, want ik ga er straks ook nog even op terugkomen. Wat is hier nu interessant om te gaan doen? Je kan ook gaan zeggen van kijk, bijvoorbeeld hier bij de boekwidgets, je kan gaan zeggen ik ga dat gaan opvolgen. Ik ga er eens op gaan klikken en dan kan je hier op opvolgen klikken. En dan kom je eigenlijk uit waar de leerling, kan je gaan zien wat de leerling gemaakt heeft. Hou dat even in het achterhoofd, want dit is natuurlijk het tweede deel van onze boekwidgetsloop. Gaan kijken wat heeft de leerling nu eigenlijk ingevuld. Laat ons eens starten bij het begin en eigenlijk gewoon eens gaan kijken als je een boekwidget wil gaan toevoegen, hoe kan je dat dan gaan doen? Dus ik ga even teruggaan. Ik ga gewoon, om zeker te zijn dat ik geen leerspoor ook van collega's toucheren, aanraak, ga ik gewoon eens een volledig nieuw leerspoor gaan maken. Dus ik ga hier klikken op materiaal aanmaken en dan kom ik eigenlijk in een scherm terecht waar ik mijn leerspoor kan gaan aanmaken. Ik ga gewoon eens demo boekwidgets ervan maken. Uiteraard is de bedoeling dat daar een iets meer inhoudelijke titel zit natuurlijk. Bij beschrijving, dus dit is de plaats waar je als leerkracht gaat gaan schrijven wat er precies in je leerspoor zal zitten, waarover het gaat, wat er zal gebeuren. Ik ga het nu gewoon even demo boekwidgets houden om iets sneller door te gaan. Hier kan je de duur van je leerspoor gaan aanduiden. Ik ga bijvoorbeeld weer eentje van 1 uur maken. Ik wil ook mijn onderwijsniveau. Ik ga eentje maken voor secundair onderwijs. Dat kan uiteraard ook perfect voor lager onderwijs. Het principe is 100% hetzelfde. Stel dat je een leerspoor maakt specifiek voor NT2 of hoogbegaafdheid, dan kan je dat hier ook gaan aanduiden. En dan kan dat opnieuw via de filter opgezocht worden door jezelf of door andere collega's. We gaan naar de volgende. We moeten de graad aanduiden. Ik ga eentje maken voor de eerste graad. Opnieuw voor lager onderwijs komen hier dan de leerjaren. Je kan hier de sleutelcompetenties en de bouwstenen gaan kiezen. Ik ga bijvoorbeeld eentje maken voor Nederlands. Ik hou even de Leen en de Bastaardwoorden van daar straks in het achterhoofd. Het is voor het vak Nederlands. We gaan weer naar de volgende. Ik ga hier dus kan je eindterm gaan aanduiden. Ik ga hier gewoon kiezen om je standaard Nederlands als taalsysteem. Weet ook, en jullie weten dat ook, hè, dat er vaak hele lange lijsten zijn van eindtermen die je hier ook gewoon op een zoekwoord kan gaan filteren. Dus ook dat is gemakkelijk. Voilà. De administratieve basis is gebeurd. Hè. Dus alle metadata zit erin. Dus dat betekent dat op het moment dat jij jouw leerspoor ook zal gaan publiceren, dat daar dus iemand anders ook op die metadata kan gaan zoeken. Wat is hier de tip? We hebben al een startscherm, we hebben ook een eindscherm, dat je die eerst gaat gaan invullen, zodanig dat je dat zeker niet vergeet. Het systeem heeft ook wat moeite om het op te slaan, het leerspoor, als daar niks in zit. Dit is de plaats waar je dus eigenlijk gewoon je introductie kan gaan schrijven. Wat gaan we doen? Waarom gaan we het doen? Zodanig dat de leerlingen een beetje weten, de what's in it for me, bij wijze van spreken. En ook een stukje gewoon weten wat dat de verwachtingen zijn. Hier is de plaats waar je bepaalde leerdoelen kan gaan schrijven. Heel belangrijk is natuurlijk, opnieuw, ik schrijf hier gewoon wat dummy tekst, zodat het iets sneller vooruit gaat. Maar weet dus ook dat je hier dus je leerdoelen kan gaan plaatsen. En dat dit de leerdoelen zijn die in het begin van het leerspoor zichtbaar zijn voor de leerlingen. En waarop de leerlingen op het einde van de rit zichzelf moeten gaan inschalen. Dus heel vaak wordt dat geschreven vanuit ik kan en dan iets anders, of dan het vervolg. Zodanig dat het voor de leerling vanuit zijn of haar perspectief ook een stukje geschreven is. Ik ga dat gaan bewaren. We zijn op het einde van ons leerspoor. Ik ga gewoon eens goed gedaan. Uiteraard is dat vaak een iets meer uitgebreide tekst. Wordt hier ook vaak geschreven van hoe schat je jezelf in. Maar opnieuw, we gaan even nadenken over de tijd. En we maken het kort. Voilà.
Opnieuw twee kleine administratieve zaken, die didactisch uiteraard wel zeer belangrijk zijn, zijn afgerond. En nu kunnen we gaan nadenken over wat gaan we hier nu insteken. Er zijn daar opties. We gaan sowieso klikken op het plusje. Er staat niet superveel tekst in iLearn, maar de tekst die erin staat is uiteraard belangrijk en is ook ja, om jullie te helpen om eigenlijk stap voor stap het leerspoor te maken zonder een stap over te slaan. Op het moment dat je op een plusje drukt, heb je eigenlijk twee mogelijkheden. Langs de ene kant kan je een stap gaan toevoegen. En die stap dat is dan eigenlijk een leeractiviteit dat je er kan gaan insteken. Langs de andere kant kan je ook een sleutelmoment gaan toevoegen. Met de focus op boekwidgets vandaag gaan we nu gaan focussen op stap toevoegen, want we gaan een leeractiviteit gaan toevoegen. Voilà. Het is een lege leeractiviteit, ja, daar zit nog niets in. Je hebt nog niet aangeduid wat dat je daar nu eigenlijk in wil. Dus we gaan die stap ook gaan invullen. Voilà, ik ga even gaan klikken. We komen eigenlijk opnieuw op een dergelijk, herinner u, het lijkt een beetje op het eerste scherm dat jullie zagen. Behalve dat hier puur gefocust wordt op de verschillende leeractiviteiten, dus de lichtblauwe kaartjes. Stel dat je zegt, oké, de leeractiviteit die ik er nu wil insteken, dat is iets van tekst, dat is meer iets van theorie, dat is meer een instructie, dan kan je op dit kaartje klikken. Dus een leeractiviteit zonder tool. Maar stel dat je zegt, van kijk, ik wil wel gaan werken met een tool, dan zijn er twee mogelijkheden. Langs de ene kant kan je uiteraard een leeractiviteit gaan kiezen die op dit moment eigenlijk al in de bibliotheek zit. Dat is de snelste stap. Langs de andere kant kan je inderdaad gaan kijken van oké, ik wil iets nieuws er gaan insteken. Als je iets nieuws erin steekt, dan heb je eigenlijk daar ook weer twee mogelijkheden. Langs de ene kant kan je gaan zeggen, ik wil een boekwidget. Als we dan gaan denken over boekwidgets, zijn er twee mogelijkheden. Langs de ene kant kan je zeggen, ik heb al een boekwidget klaarstaan. Die staat in mijn account en ik wil die gaan inpluggen in iLearn. Langs de andere kant kan je zeggen, ik wil een boekwidget maken. Dat is from scratch, van zero. En ik ga die maken en dan in iLearn gaan steken. En dat is eigenlijk ook een stukje de loop dat ik vandaag met jullie ga tonen. Ik ga eens zoeken op boekwidgets. Ik kan het zo doen. Dat duurt heel even. Ook uiteraard omdat ik mijn scherm aan het delen ben. Je kon ook hier gaan selecteren. Boekwidgets zit hier ook in, dus dat was zeker ook een mogelijkheid. Je kan de verschillende zaken. Je kan hier opnieuw gaan selecteren op onderwijsniveau. Dan komen er nog een aantal keuzemogelijkheden. Ik ga gewoon eens voor de snelheid hier op de eerste gaan selecteren. Stel dat je zegt, de titel is niet voldoende uiteraard, dan kan je hier ook op klikken, gaan bekijken. En dan ga je ook, voilà, dan kan je ook zien wat hier dan in die boekwidget staat. Het is heel gemakkelijk om snelle blik te werpen erop. Als je zegt van, dit is het, dit is hem, dan klik je op selecteren, dan klik je op volgende. Dan kan je hier je instructie gaan erbij schrijven, dus dat is de instructie voor de leerling bijvoorbeeld. Ben je klaar om aan de slag te gaan? Klik onderaan om te starten. Ik ga hier nu opnieuw even mijn dummy tekst plaatsen. En dan klik je op bewaren. En voilà, de leeractiviteit zit erin. Stel dat je zegt, dit was een fout. De inhoud moet aangepast worden. Het moet iets anders zijn. Een andere activiteit van boekwidgets. Kan je hierop klikken en dan kom je eigenlijk in het hele eerste scherm terecht. En kan je weer gaan zoeken op een boekwidget of op een andere tool. Stel dat je zegt, ja, er staat een typo in de instructie, ja, dan kan je die ook gaan aanpassen en terug gaan opslaan. En je kan ook uiteraard gaan zeggen, ja, die stap is niet juist, ik ga het gaan verwijderen. Ik ben dit nu aan het doen voor een nieuw leerspoor, een leerspoor dat ik zelf van nul maak, maar weet dat deze stappen ook te gebruiken zijn in een bestaand leerspoor. Dus alle inspiratieleersporen die er op dit moment in staan, deze stappen kan je daar ook op gaan toevoegen, waardoor je inderdaad ook dat leerspoor een stukje kan gaan klaarzetten, kan gaan personaliseren voor jouw specifieke groepen. We gaan eens een tweede leeractiviteit erin steken. De leeractiviteit die er nu in zit, is een leeractiviteit die al in de BIEB zat. We gaan even gaan kijken hoe we dat nu kunnen doen. Een leeractiviteit die nog niet in de BIEB zit. Dus ik klik opnieuw op stap invullen. We gaan naar dit scherm opnieuw. We zien hier alle leeractiviteiten die op dit moment in de bibliotheek zitten, maar dat is eigenlijk niet wat we nodig hebben. Wij zijn op zoek naar een nieuwe leeractiviteit en dat is opnieuw hier bovenaan het groene scherm. Ik ga erop klikken
En dan krijg je eigenlijk opnieuw een overzicht van alle tools. Je kan hier opnieuw gaan selecteren op de tools. Je kan gaan selecteren op onderwijsniveau. Uiteraard gaan wij hier vandaag nu een boekwidget gaan kiezen. Wat we eerst gaan doen, we weten uiteraard dat we met boekwidgets gaan werken, maar we gaan hem eerst natuurlijk, we moeten een leeractiviteit gaan zoeken of eigenlijk zelfs eentje gaan maken. Dus we gaan hier klikken op openen. Het eerste, het heeft even tijd nodig, dat je ziet is nog eens heel kort, hè, voor de mensen die nieuwe tools aan het ontdekken zijn, nog eens heel kort een overzichtje van, wat is dat dan, boekwidgets? Een korte uitleg, maar ook voor wat kan het gebruikt worden, in welke leergebieden, voor welke subdomeinen en dergelijke. Dus dat kan je hier gaan zien. Als je dan klikt op bekijken, dan gaan we eigenlijk in de tool gaan duiken. En normaal gezien, het ziet er niet 100% hetzelfde uit als in een persoonlijk, of via een schoolaccount, een boekwidget. Maar eigenlijk alle features die jullie gewoon zijn om te gebruiken, die zitten hier ook effectief in. Dus hier zien jullie mijn mapje staan. Dit zijn nog een aantal testzaakjes. Dus dit is iets dat ik kan gaan gebruiken. Langs de zijkant ook. De blogs staan erbij. De groepen staan erbij en dergelijke. Dus opnieuw, alles wat je eigenlijk oorspronkelijk hebt, kan je hier ook gaan zien. Stel dat je zegt, we gaan beginnen met de eerste versie. Ik heb een boekwidget klaarstaan en ik wil die nu in iLearn gaan steken. Dan kan je hier gaan kijken, optrappen van vergelijking. Ik ga eens kijken. Ja, die is gepubliceerd. Dan kan ik hier klikken op kies. En dan komt hier bovenaan een linkje terecht. Dit is de link die je moet gaan kopiëren. Dit is intern heet dat bij ons de deep link. En dat is ook de link die ervoor gaat zorgen dat de leerling naar jouw activiteit gestuurd wordt. Dus naar deze activiteit gestuurd wordt zonder, en dat is een belangrijke, zonder die extra stap van de login. Dus ik ga die gaan kopiëren en dan ga ik even teruggaan naar hier. Dus ik heb mijn code. Ik weet dat ik met boekwidgets ga werken. Selecteer. Voilà. En dan komen we eigenlijk in een venstertje terecht waar dat we opnieuw wat metadata moeten invullen. Omdat die leeractiviteit, herinner je daar straks, ook als een losse leeractiviteit in het iLearn portaal wordt geduwd. Ik ga hier al even... voilà. Mijn code, dus dat is gewoon de code die ik hier, ik ga het even tonen, hier heb gekopieerd, heb ik hier geplakt. De naam, ik ga weer naar demo boekwidgets gaan, dummy tekst. Uiteraard is de bedoeling dat daar een iets meer inhoudelijke naam komt. Je kan hier gaan schrijven wat voor oefening het is, dus bijvoorbeeld oefening op de trappen van vergelijking. Je kan een type gaan aanduiden, dat is hier een interactieve oefening. Onderwijsniveau, het was secundair onderwijs. Eerste graad, je kan hier Nederlands gaan typen, het is een relevant vak, relevant voor Nederlands. Voilà, dit is de titel dat ik daar straks al typte, demo boekwidgets. Je kan hier uiteraard nog iets anders gaan plaatsen. En hier kan je dan inderdaad nog eens je instructies schrijven. Dus opnieuw, ben je klaar voor de oefening? Klik onderaan om te starten. Ik ga hier opnieuw de dummy tekst bij plaatsen, maar zo hebben jullie wel een beetje een idee. Ik druk op bewaren. En voilà, die leeractiviteit zit er hierin. Nou, we gaan nu nog eens dezelfde stap doen, maar als je een boekwidget zelf wil gaan maken. Dus opnieuw stap toevoegen. Het is leeg, we gaan die stap gaan invullen. We gaan een nieuwe boekwidget gaan maken deze keer, volledig nieuw. Dus we gaan een nieuwe leeractiviteit aanmaken. We gaan dat met boekwidgets doen. Ik ga hier klikken op openen. Ja, ik had het eigenlijk al openstaan, maakt niet uit. Voilà, ik ga hier even verder klikken op, ik wil echt in de tool gaan kijken. Dit is uiteraard ook gekoppeld aan het account dat voor jullie gekoppeld is aan iLearn. Dat betekent als je vroeger al een eigen account had, dat je eigenlijk de kans krijgt om dat account ook te gaan koppelen aan iLearn. Dus heel concreet betekent dat alle boekjes die jullie uiteraard vroeger al gemaakt hebben, dat je die eigenlijk perfect kan gaan gebruiken in iLearn. Goed, we gaan hier een nieuwe boekjes gaan maken. En dan klik je hier onderaan op maak een nieuwe widget. Voilà, het traditionele en ik hoop heel herkenbare scherm voor jullie popt dan op. Waarbij dat je dus een gesplitst werkblad hebt, een werkblad, quiz, dat zijn de meest populaire. Maar ook enkele gamifications, enkele zaken om extra media in te voegen en dergelijke. Je kiest hier de vorm, het type waarvoor jij iets wil gaan maken. Ik ga nu eens voor de quiz gaan. Voilà.
heeft even tijd nodig. En dan ga je eigenlijk gewoon zoals hij normaal doet bij een boekbudget. Ziet er opnieuw misschien iets anders uit, maar alles blijft eigenlijk hetzelfde. Makkelijkste is hier dat je eigenlijk gewoon ja, een volgorde voor jezelf bepaalt. En dat je eigenlijk daar ja, je ook een stukje aan houdt. Hè. Dus we gaan de naam gaan invullen. Je kan eventueel een beschrijving gaan toevoegen. Je kan hier de vragen. Hier ook een aantal features dat je kan gaan toevoegen. Een aantal instellingen die je kan gaan juistzetten of moet gaan juistzetten. Dus dat kan je eigenlijk allemaal één per één gaan doen. Ik ga hier eens gewoon een vraag toevoegen, misschien een meer keuzevraag, gewoon zodat je de boekwidgets ook kan gaan publiceren. Vraag, we gaan er eens demo boekwidgets voor de verandering van maken. Ik ga een aantal antwoorden ook gaan indienen, dus A, B en C, waarbij dat bijvoorbeeld A het juiste antwoord is. Ik weet uiteraard dat dit geen goede quiz is, hè, of dat dit geen goede vraag is. Er moet nog feedback bij, eventuele hints en dergelijke. Maar opnieuw, we zijn in snelheid genomen en we gaan er even door met die tekst. Zoals bij een gewone boekbudget kan je hier ook gewoon gaan klikken op bekijk. En dan kan je eigenlijk gewoon vanuit het leerlingperspectief gaan kijken hoe ziet deze vraag eruit. En dan, als je klaar bent, dan kan je hierop gaan klikken, hier bovenaan op delen. En dan wordt eigenlijk, en die zal jullie heel bekend voorkomen, hoop ik, dan wordt hier een link gegenereerd die opnieuw zorgt dat de leerling naar jouw activiteit wordt geduwd, zonder dat daar een administratieve link nodig is. En dan kan je eigenlijk opnieuw dezelfde flow gaan doornemen. Dus selecteren, check. Ik ga hier een naam gaan in. Ik ga eerst de dieplink gaan kopiëren. Voilà. Het is een demo boekwidgets en het is eigenlijk al de tweede keer dat ik dat gebruik. Dus ik ga hier een tweetje plaatsen. Ik ga het even kopiëren, ook in de beschrijving. Opnieuw, de bedoeling is dat hier iets inhoudelijk komt, zodat als je het publiceert naar de Open Bibliotheek, dat een andere leerkracht daar eigenlijk ook wat informatie al kan gaan uithalen. Het is een interactieve oefening. Het is ook secundair opnieuw. Hè. We zijn eigenlijk een leerspoor aan het maken. Eerste graad Nederlands. Eerste graad, check. We gaan het op Nederlands plaatsen. Opnieuw, metadata is belangrijk, zodat het gemakkelijk kan gezocht worden in de databank. Hier kan de instructie geplaatst worden voor de leerlingen. Dus de bedoeling is dat hier een beetje de bindtekst komt. Wat gaan we doen? Waarom gaan we dat doen? Waarover gaat het? Waar moet je klikken? Of wat moet je doen om verder te gaan? En dergelijke. Ik ga klikken op bewaren. En voilà, demo boekwidget 2. Die zit er ook in. En dan kan je hier, ik ga het niet doen met dit leerspoor, want het is een demo, ik wil het niet gaan vervuilen, ook iLearn. Maar als je hier dan klikt op bewaren, dan kan je het ook gaan toekennen aan je leerlingen. Ik ga even teruggaan naar mijn eerdere scherm. Ik herinner u van het leerspoor dat ik eerder toonde van de bastaardwoorden. Voilà, we gaan daar eens naartoe. Want op het moment dat je zegt van kijk, ik ga het gaan publiceren en ik ga daar ook een code uithalen voor die leerlingen, dan krijg je, ik had het al verteld, een code zoals het hier staat. Ik ga hier eens de code kopiëren en dan gaan we eigenlijk eens gewoon naar het leerlingenperspectief gaan. Ziezo, we zitten hier in de leerlingenversie. En jullie zien hier inderdaad de twee deeltjes waar ik oorspronkelijk tijdens helemaal in het begin van de webinar ook al over sprak. Dus langs de ene kant het leerlab waar de leerlingen leersporen kunnen gaan maken. Ik ga heel snel ook eens het vrij leren tonen, zodat jullie hier ook iets meer over weten of iets meer over zien. Dus dit is hoe het vrij leren eruit ziet. Het staat hier nu op lager onderwijs. Kan je perfect ook gaan uitzetten of gaan omzetten naar het secundair onderwijs. Maar stel, ik ben een leerling secundair onderwijs. Ik heb wat tijd over bijvoorbeeld. Ik mag van de leerkracht ook iLearn gaan zoeken. En ik wil graag iets voor Nederlands. Dan kan ik hier klikken op Nederlands. En dan krijg ik eigenlijk een overzichtje van alle tools die op dit moment beschikbaar zijn in het portaal voor Nederlands, specifiek voor de doelgroep lager onderwijs. Telkens ook met een heel kort woordje uitleg, zodat de leerkracht een klein beetje weet wat de tool is, wat hij kan verwachten, wat hij eventueel met de tool kan doen enzovoort. Goed, herinner u, ik heb daar straks een code gekopieerd. Ik ga die code hier nu gaan insteken. Hè. Voilà, dus dit is de code die we daar straks gebruikt hebben en we gaan materiaal ophalen. Klopt inderdaad, het was een leerspoor rond die leen- en die bastaardwoorden en dan gaan we starten.
Ik kom hier direct op het startscherm van het leerspoor. Korte introductie geschreven door de leerkracht. Hier de leerdoelen, heel belangrijk, die komen ook op het einde terug. En dan ga ik even het leerspoor starten. Goed, we zijn gestart. De leerling kan hier gaan klikken. En dan de eerste leeractiviteit. Herinner u dat ook misschien nog? Dat was een Visus filmpje. Dus voilà, we gaan daar even door. Hier zitten we op een metacognitief keuzemomentje. Wil ik wat meer informatie of niet na het filmpje? Voor mij is het oké. Ik hoef geen extra informatie. En dan zitten we hier bij die eerste oefening die ik jullie eigenlijk al vanuit het leerkrachtenperspectief heb getoond. Maar dan gaan we hier eigenlijk naar het leerlingenperspectief. Ik klik op de knop en we gaan eigenlijk automatisch zonder extra login komen wij terecht in onze boekwidget die ik dus hier zelf mag gaan maken als leerling. Ik ga er eens gewoon een aantal aanduiden. Populair is geliefd, horloge is een uurwerk, arpère is een zaak. En dit, waarom doe ik dat? Niet gewoon om te tonen dat ik de leenwoorden ken of weet wat ze zijn, maar voornamelijk omdat ik jullie graag eens wil tonen wat dat dan betekent over een live widget. Dus ik ga even mijn scherm gaan splitsen. Ik ga hier even mijn excuses, voilà. Ik ga hier gewoon even refreshen, zodanig dat het systeem zeker weet waar we zijn en dat hij ook de nieuwe leerling, want ik zit er net in, dat hij die ook pakt. Dus jullie zien, ik zit nu in leerling 9, dat ben ik op dit moment. Die leerling is op dit moment actief. De status hier is groen, dus dat betekent het leerspoor is effectief gestart. Maar er staat nog geen vinkje, dat is ook logisch, want ik heb het leerspoor uiteraard nog niet afgewerkt. Er is ook nog geen zelfinschatting. De zelfinschatting komt helemaal op het einde, dus ook dat is niet van toepassing op dit moment voor mij. Als ik dan naar de bekeken woordgang, jullie hebben het daar straks ook al gezien, dus enkel wat in het blauwe staat is de weg die helemaal is afgelegd. Dus dat betekent dat je hier kan zien, oké, het sleutelmoment is gekozen, er is niet gekozen om de extra informatie te krijgen. En dus hier zit de leerling op dit moment. Dus dat geeft al een beetje een beeld aan de leerkracht ook, om tussendoor eens te kijken, op te volgen, mee te volgen enzovoort. Nu, wat we hier eigenlijk ook willen gaan doen, dat zijn dan die live widgets. Dus ik zat hier in die oefening 1, ik ga daar eens op klikken. En dan kan je hier inderdaad, je kan gaan bekijken als leerkracht, maar je kan, en dit is hier uiteraard belangrijk, je kan ook gaan opvolgen. Ik heb daar nu even op geklikt, we gaan opvolgen. En het ziet er iets anders uit, maar de live widgets die kan je hier bovenaan zien. Dus qua functionaliteit, qua feature, allemaal hetzelfde. Gewoon een andere plaats waar de knop staat. Ik ga hier opnieuw, ik ben niet gekoppeld aan een klas. Dus bij mij ziet dat er nog net iets anders uit. En dan zie ik hier ja, de oefening. Het is ook niet 100% didactische naam. Het heet combinaties. Is 2 minuten geleden gestart. Ik ga er eens op klikken. Dus jullie kunnen zien hier, er zijn een aantal leerlingen die het al gedaan hebben. Mijn oefeningen. De een heeft het goed gedaan, de ander heeft het minder goed gedaan. Jullie zien hier ook het envelopje staan. Dus dat betekent dat dat leerlingen zijn die eigenlijk de opdracht al hebben ingediend. Je kan hier ook de scores gaan zien. Dus dat is eigenlijk gewoon zoals in een gewone boekwidget. Maar hier zitten we uiteraard aan gekoppeld aan iLearn. En dan zien we hier leerling 9. En dat ben ik op het andere scherm. Die heeft 2 minuutjes geleden, heeft hij of zij als het over mij gaat, is gestart met die oefening. Eerste oefening, ja, niet zo top. Een 4 op 9. En ik ga hier gewoon eens, zonder na te denken, zonder te kijken is het juist of niet juist, ga ik hier gewoon een aantal zaken aanvullen. En je ziet eigenlijk direct ja, dat die boekwidget ja, zich aanpast. Dat de boekwidget ook aantoont van ja, hier is iets fout, hier loopt iets fout, hier loopt iets niet goed en dergelijke. Dus dat kan je eigenlijk gewoon op die manier ook gaan opvolgen. Goed. Ik ga hier even gewoon als leerling, ik ga er hier een aantal aanduiden. Ik ga ook heel stout zijn, ik ga er ook gewoon een aantal niet aanduiden. Opnieuw, ik ben niet aan het nadenken, het is gewoon zo dat ik het indien. En dan ga ik, voilà, er zijn 3 vragen en ik ga het gaan indienen. Hier opnieuw, je ziet het, dat is dummy text. Bij de leerling zal daar uiteraard de naam zelf staan. Ik verstuur, heeft even tijd nodig. Voilà, de quiz is ingestuurd. Wat kunnen we dan nog gaan doen? Want we hebben de live widgets ondertussen gezien. Maar natuurlijk is het ook interessant dat je als leerkracht, dus je ziet het, hij is helemaal meegegaan. Er is 1 van de 7 was juist. En in de laatste ja, is helaas helemaal iets fout gegaan. Daar is helemaal is het niet gelukt.
Dus dan kan ik eigenlijk gewoon weer op opvolgen klikken, maar dan niet op de live widgets. Dan gaan we eigenlijk gewoon direct naar de boekwidgets. Het zal er opnieuw iets anders uitzien. Dus die geen vak staat er bij iedereen. Als je daarop doorklikt, dan kom je eigenlijk uit bij de widgets die jij al hebt gelanceerd. Hè, dus met iLearn. En hier opnieuw, het is dummy tekst. Voilà. Ik ga even naar de combinaties gaan. En normaal gezien zou daar inderdaad iemand moeten inzitten. Dus hier, leerling 9, die zit erin. Die heeft het vandaag gemaakt. Dus helemaal in orde. Zoals bij de gewone boekjes heb je hier opnieuw de twee mogelijkheden. Hè. Langs de ene kant heb je hier de vragen. Dus je kan heel specifiek naar een vraag gaan kijken. Dan kun je hier ook met de gemiddelde score, dus een kleine learning analytics dat erbij hoort. Langs de andere kant kan je inderdaad hier ook gaan kijken bij dus de antwoorden. Kan ik heel specifiek per persoon of per leerling gaan kijken wat heeft de leerling nu eigenlijk waar geantwoord. En hier onderaan dan een kort dashboard met opnieuw een aantal learning analytics. Ik ga eens gewoon gaan kijken bij de eerste vraag. Dus de vraag, dus er waren drie vragen. Eentje rond Frans, eentje rond Engels en eentje rond Duitse leen- en bastaardwoorden. We gaan eens gaan kijken bij Frans wat dat allemaal geeft. Heb je, dus ben je gekoppeld aan je leerlingen? Of heb je leerlingen? Dan zal hier uiteraard de naam staan. Dus de datum staat erbij, de tijd staat erbij. En hier kan je perfect gaan zien, oké, welke fouten of welke juiste antwoorden heeft deze persoon gekozen. Voilà, dus je kan dat gaan doen. Je kan hier ook gaan een opmerking gaan typen. Dus opnieuw blijft hetzelfde. Dus ja, probeer opnieuw bijvoorbeeld. Hè, dus de leerling uitnodigen om eigenlijk deze oefening toch nog eens opnieuw te bekijken en eigenlijk opnieuw te doen. Voilà, en dat is dan zo. Stel dat je zegt, dus de filtersysteem zoals altijd blijft ook bestaan. Stel dat je zegt, ik wil enkel de antwoorden of de opdrachten waar dat er fouten in staan. Dan klik je hierop, dan worden de foutjes. Je kan hier ook gaan klikken en dat betekent dan dat je eigenlijk alle leerlingen of alle antwoorden die op dezelfde manier zijn ingevuld. Dus bijvoorbeeld zowel Jan als Piet hebben één fout en dat is dezelfde fout. Dan gaan die eigenlijk ook gecombineerd worden. Dan kan je eigenlijk één keer de feedback typen, kan je doorsturen en dan wordt dat eigenlijk naar beide leerlingen gestuurd, omdat ze beiden ook dezelfde fout hebben gemaakt. Als je heel snel wil gaan verbeteren, dan is dat ideaal om op die manier te doen. Voor deze oefening misschien iets minder, maar voor een aantal andere oefeningen waarbij je voor twee keuzes hebt of drie keuzes, is dat uiteraard zeker handig om iets sneller door te gaan. Je kan hier ook, zoals altijd, stel dat je zegt van ja, dat was toch geen fout bij wijze van spreken, hier nu wel, maar stel dat het een open vraag is met een typfout die niet herkend werd bijvoorbeeld, kan je hier ook scores gaan aanpassen. En je kan ook via deze pijltjes gewoon, dit is de tweede vraag hier rond de Engelse leerwoorden, kan je ook naar de derde vraag gaan, rond de Duitse leerwoorden. Dus hier alle features die je eigenlijk gewend bent of zou moeten gewend zijn van boekjes, zijn uiteraard ook daar voor onze boekjes binnen iLearn. Ik ga het scherm trouwens iets groter zetten. Dan gaan we gewoon eens gaan kijken hier bij de leerlingen. Ik ga eens klikken op leerling 9. Voilà. Dus hier, dus je ziet perfect. Ja, ik heb gewoon random een aantal zaken ingediend. En herinner je van de live widget daar straks, dat inderdaad bij de derde oefening dat ik daar 0 juiste antwoorden had. Ik had ook heel veel niet ingevuld natuurlijk. Dus dat kan je hier opnieuw gaan vinden. Dus ook hier kan je proberen opnieuw gaan typen bijvoorbeeld. Probeer opnieuw. Dus voilà, hop, dan kan je zo. Je kan dat hier ook gaan doorsturen naar je leerling. Ik ga straks ook tonen hoe je dat kan doen als je zegt van nee, ik wil dat elke leerling die gepersonaliseerde feedback op hetzelfde moment krijgt. Hè. Dus dat kan ik straks ook wel even tonen. Dus ook daar zijn er heel veel mogelijkheden, heel veel zaken dat je kan gaan doen. Opnieuw ook met het filtersysteem. Stel dat je zegt van ja, de leerling moet het opnieuw doen. Dus het is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk dat hij de juiste antwoorden ziet als hij ze indient. Dus dan kan je hier ook juist fout gaan uitschakelen, bijvoorbeeld juist antwoorden tonen gaan uitschakelen. En dan moest de leerling eigenlijk eerst even opnieuw starten voordat hij of zij dan eigenlijk het antwoord of de verbetering kreeg. Voilà. Hoe kan je dat nu? Ik ga het hier al eens op doorsturen. Dus stuur werk terug, kan individueel, snellere manier. Kan ook uiteraard dat je hier via Tandwiel alle werken zal gaan selecteren. En dan hier nog eens klikken en stuur de resultaten terug. Ga het eens doen. Voilà, er zijn een heel aantal leerlingen. Stuur werk terug. Neemt even tijd in beslag. Want dit betekent wel dat de leerlingen op hetzelfde moment hun feedback terug zullen krijgen.
Voilà. Ik kwam erop omdat ik het uiteraard al eens eerder had geprobeerd en gedaan. Maar normaal gezien komt er dus ook van, oké, het wordt doorgestuurd. En dan krijgt de leerling dat ook effectief. Voilà. Dus dit is eigenlijk hoe de verbeterloop dan uit Bookwidget erbij of eruit ziet. Ik ga even teruggaan naar mijn leerlingenview. Dus we gaan terug naar het leerlingenperspectief. En dan zaten we in het leerspoor rond de bastaardwoorden. Ik ga gewoon even nu tonen hoe een leerling er verder kan doorgaan. Omdat ik ook graag op het einde van het leerspoor nog eens wil tonen hoe dan die evaluatie, die zelfinschatting, hoe dat er dan uitziet voor een leerling. Dus de leerling kan ook niet door het leerspoor gaan zonder de activiteit te openen. Dus dat betekent hier ook dat ik even, er zitten een aantal activiteiten in, dat ik die even allemaal zal moeten openen alvorens dat ik verder kan gaan. Het neemt even tijd in beslag, dus voornamelijk omdat ik mijn scherm aan het delen ben. Maar dit is dus een voorbeeld van een digitaal werkboek. Voilà, ik ben klaar. Ik ga het nu even niet maken. Er komt een tweede digitaal werkboek aan. Ik ben ook klaar. Er komt een woordzoeker aan. Deze is ook gewoon gemaakt in een Bookwidget. Ik ga hem even tonen. Het is gewoon een hele classic. Kan veel mooier, kan veel fancier. Dit is gewoon een voorbeeld. Ik ben hier ook klaar. Opnieuw kan ook allemaal opgevolgd worden zoals ik daar straks heb uitgelegd. Houd er wel rekening mee dat de live widget niet voor elke type van de boekwidgets kan. Hè. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dit is een laatste, een raadspelletje waarbij dan men de woorden niet gaan combineren met het, ja, de taal waarvan ze denken dat het, waaruit het komt. Voilà. En dan ben ik op het einde van mijn leerspoor. Dus je bent op het einde van het leerspoor goed gedaan. Dat is de tekst die ik er als leerkracht heb ingestoken. Bij het einde. Lees opnieuw mee wat we met het leerspoor wilden leren. En hoe ben jij daarin gegroeid? En dan kun je jezelf gaan inschatten. Hè? Dus dan kan de leerling zeggen, oké, goed, ja, dit iets minder. Dit misschien ook iets minder. Uiteraard op basis van wat hij of zij heeft geleerd of heeft opgepikt uit het leerspoor. En dit was ook heel goed. Leerspoor afronden. Voilà. Leerspoor is afgerond, dus dat betekent dat eigenlijk bij de leerling hier onder Leerlab dat daar dan eigenlijk een tegeltje komt. Hier is dat dan voor Nederlands. Hè. Dit was het eerste leerspoor dat deze leerling heeft doorlopen. Dus Nederlands. En als je daarop klikt, er is geen actief materiaal. Dus er staat niets klaar op dit moment. Maar er is wel afgewerkt materiaal. Namelijk ja, het leerspoor dat we net gedaan hebben van de leen- en de bastaardwoorden. Als we dan eens gaan kijken naar opnieuw bekijken. Dus de leerling kan er opnieuw gaan doorgaan. En dan ga ik even teruggaan naar mijn budget. Hier, ik ga even opnieuw klikken op leeractiviteit starten. Voilà, dan kan je hier ook gaan zien. Kijk, probeer opnieuw. Dat is de feedback die ik daar straks als leerkracht heb verstuurd naar deze leerling. Kan je opnieuw op opdracht gaan klikken. En dan kan je eigenlijk de opdracht nog eens opnieuw maken. Dus op die manier, stukje leerlingenperspectief, stukje leerkrachtperspectief ook. En is de loop eigenlijk rond. Hè. Ondertussen weten jullie hoe dat je een leeractiviteit kan gaan maken in Bookwidget met iLearn. Hoe dat je leeractiviteiten ofwel een bestaande in iLearn, een bestaande bij jou in de bibliotheek, in jouw Bookwidgetsbibliotheek of gewoon een volledig nieuwe kan gaan in iLearn steken. Je weet hoe dat je leerlingen ja, aan dat leerspoor dan kunnen. Je hebt gezien wat dat de weg is die de leerling doorneemt in het leerspoor. Je hebt ook gezien hoe dat de live widgets werken, hoe dat je kan gaan opvolgen ook, dus die gepersonaliseerde feedback, hoe dat je ook kan gaan terugsturen en ook hoe dat de leerling dan terug aan die gepersonaliseerde feedback kan geraken. Dus op die manier is ons loopje, het loopje dat ik eigenlijk vandaag met jullie wilde doornemen, is dat ook een stukje rond. Dan ga ik misschien nog heel kort even naar de presentatie voor de laatste slide. Dus wat wil ik heel graag nog eens meegeven voor jullie? En misschien zijn jullie na deze sessie super enthousiast over iLearn en willen jullie heel graag daarmee aan de slag gaan. Je kan je dus als school gaan aanmelden op dit, of via deze link wordt ook doorgestuurd dan als PowerPoint bij de webinar. Stel dat je zegt van ja, super enthousiast, ik wil zeker hier meer over weten. Ja, schrijf je ook zeker in voor de nieuwsbrief. Dan ben je ook telkens op de hoogte van alle nieuwtjes. En als je zeker als eerste op de hoogte wil zijn van onze nieuwtjes, volg ons dan ook op onze socials. Want daar worden jullie op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld nieuwe webinars die gegeven worden, maar ook tools die gekoppeld worden, enzovoort. Voilà.
Ik ben aan het einde van mijn verhaal. Dank jullie wel dat jullie erbij waren vandaag. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben, dat jullie getriggerd zijn om aan de slag te gaan met iLearn en uiteraard ook met de boekwidgets in iLearn. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Dag!